Hoe je het hoofd biedt aan wat op je afkomt. Als je in het veld staat en er dreiging in de lucht hangt, kun je beslissen je te laten vallen of te blijven staan. Je blijft staan, maar wordt geraakt door de watertrappelaars, de mensen die hun noodkreet onhoorbaar in het water proesten en de mensen die niet durven roepen. Je blijft staan en moet maar aanzien dat de helpende handen uitgestoken worden met armen die niet lang genoeg zijn om te grijpen of niet sterk genoeg. Om boven te halen. Je staat daar dag en nacht, de hele week door. Je moet maar durven overeind te blijven staan, niet te kruipen tot het gras boven je kruin groeit en je vanzelf uit zicht verdwijnt. Je gaat van het veld naar de tribune, moedigt de stad aan naar een ander doel. Je komt niet meer alleen buiten, maar zal nooit buigen. Misschien is dat hoe het moet. Rechtop en er bovenuit. Juist juichend.